Het is in een intrice. Ik zeg altijd, ik ben getrouwd met de boerderij en de boerderij is nou weg. Het terras staat nog, maar van het dak van buurtboerderij Ons Genoegen op de Spaarndammerdijk is weinig over. Zondag ontstond er brand op zolder. Afgelopen zondag was ik hier om 9:15. Dan ben ik alles netjes op gaan starten, zoals ik altijd doe. En toen ging het brandalarm af. En toen zagen we rook uit het dak komen. Maar zoals je ziet, nou ja, van het dak is weinig over. Dus hopelijk staat er nog voldoende overeind om een doorstart te kunnen maken. De buurtboerderij is al 15 jaar een café voor de buurt en een sociale werkplaats. Zo'n 35 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen hier dagelijks. Vrijwilliger Manuela werkt er al 6 jaar als kok. Wat valt er nou weg met de buurtboerderij? Je familie, want we zijn één familie met elkaar. Het is een jongen die werkt hier al 15 jaar lang. Elke vrijdagmiddag een middagdienst in de afwas. Ook al is het maar één dagdeel in de week. Voor deze persoon is de structuur heel belangrijk. De regenbooggroep huurt het pand van de gemeente en zoekt nu naar een nieuwe, tijdelijke plek voor de vrijwilligers. Maar voor Manuela komt dat te snel. We gaan proberen om mensen onder te brengen en zo, om een andere werkplek te vinden en zo. Maar ik neem wel even time-out. Alles staat nog gewoon op je netvliezen. Het gaat goed met iedereen, alleen voor sommigen zullen we echt wel ons best moeten doen om een mooie plek te vinden of een alternatief voor korte termijn om in ieder geval toch hun regelmaat en structuur in het leven te kunnen blijven bieden. Of en wanneer de buurtboerderij weer open gaat is onduidelijk. De regenbooggroep laat weten ook open te staan voor alternatieve locaties. We gaan het wel opbouwen. Ja, moet wel, hè. Ja. Stel het wordt weer gemaakt, komt de boerderij dan nog terug? Ja, zeker weten. Zeker weten. Jawel, dan gaan we weer van voren af aan beginnen.